dat we bij deze verkiezing minder stemmen hebben gehaald, wil niet zeggen dat ons idee niet in het belang is van de samenleving. Dit zegt Angelique del Castillo en ze is voorzitter van DA91. De wijze waarop er wordt gestemd is volgens haar ook afhankelijk van de sfeer die er op dat moment heerst. Ze zegt dat mensen op een andere manier hun stem uitbrengen wanneer ze de ruimte hebben om op basis van programma's een toekomst te kiezen. Ze wijst erop dat DA91 een partij is die een programma brengt. Ja. Het idee is in het belang van die samenleving. Alleen moet je terug naar de tekentafel. Je moet ook dealen met een kiesstelsel dat niet eerlijk is, dat niet rechtvaardig is. Mm-hmm. Waar we ook al lang voor pleiten dat moet worden veranderd. Ja. Zodanig dat elke burger zijn stem daadwerkelijk goed meetelt. Want het is geen verloren stem. Ik zeg die 255 stemmen bijvoorbeeld die op mij zijn uitgebracht. Het zijn zeer waardevolle stemmen, want het zijn van burgers die zeggen, ik ben niet bang, mm-hmm. ik kies voor een toekomst en ongeacht hoeveel mensen daarvoor kiezen, ik weet waar ik voor sta en ik durf daarvoor te staan. Mm-hmm. Ik maak me niet afhankelijk van de massa. Ik kies waar ik in geloof. En dat is dat zaadje dat we moeten vermenigvuldigen mm-hmm. naar die volgende verkiezing. Mm-hmm. Want burgers moeten kiezen voor waar ze in geloven. Wanneer je als land groot wil worden, dan moet je durven te kiezen voor waar je toekomst in ziet en waar je in gelooft. En zolang je uit angst kiest, dan krijg je eigenlijk, je krijgt wel misschien die verandering uiteindelijk. Maar de inhoud van die verandering, dat is punt 2. Mm-hmm. En mijn hoop is echt dat de inhoud, dat de partijen die de zetels hebben gehad, het mandaat goed vertalen en begrijpen dat het mandaat aan ze gegeven is uit angst en uit een tegenstem om iets weg te krijgen. Maar dat het op hun ook de plicht rust om dat politiek vertrouwen te herstellen. En dat kan alleen wanneer ze inhoud geven aan een beleid dat in lijn is met zoals wij dat aan de burgers hebben gepresenteerd, ja. Toekomstgericht. Ja. Del Castillo hoopt dat het proces voor het installeren van de nieuwe regering vlot verloopt. Ze zegt dat er al genoeg barrières en uitdagingen op de weg zijn geweest. We hebben ook nog COVID erbij, wat het allemaal nog interessanter voor ons maakt om het positief uit te drukken. Maar Suriname heeft het nodig om zo snel mogelijk zekerheid te hebben. Mm-hmm. Eén zekerheid, die nieuwe regering. Ja. Dus er is een datum aangesteld voor de beëdiging van de nieuwe DNA-leden. Ja. Laat dat gebeuren. Laat die nieuwe DNA alvast zitting nemen. Laat die regeringsformatie vorm krijgen. Zodat die samenleving weer een houvast heeft. En een gevoel krijgt dat we stappen vooruit beginnen te doen. We zijn in een heel moeilijke situatie. Mm-hmm. Financieel, economisch, sociaal, maatschappelijk ontzettend, ontzettend moeilijke situatie. Het volk heeft mandaat gegeven, heeft een uitspraak gedaan. Laten die mensen die dat mandaat vertalen in het vormen van een regering, laten ze beginnen beleidsvorm te geven. Laten ze beginnen mensen aan te wijzen. Zodat de samenleving begint te zien van dit is wat gaat gebeuren. Dat er verwachtingen, weet je, dat de verwachtingen uit kunnen komen. Dat Suriname weer begint te functioneren. Want op het moment heeft iedereen het gevoel alsof Suriname niet functioneert. Ja. Alsof alles los zit, er is geen leiding, niemand weet waar ze aan toe zijn. Niets is ongezonder voor een mens en niets is ongezonder voor een samenleving dan het gevoel te hebben dat je bent losgeslagen. Dat was dus Angelique del Castillo, voorzitter van DA91. Ze sprak gisteren in het programma ATV Verkiezingsupdate. Del Castillo hoopt dat de nieuwe regering snel geïnstalleerd wordt, omdat de samenleving zekerheid nodig heeft.